Bedankt dat je me hebt meegeholpen. Geen probleem. Maar ik moet weer gaan dan. Doei. Oké. Nou, gezellig, leuk. Ja, tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Nou, mooi. Dan gaan we meteen naar de stad. Ik heb iets gebeld en ik sta meteen een keer op 10 klaar om zo meteen jouw haar onder handen te nemen. Dan ga ik nu even shoppen en dan zie ik je zo meteen. Nou, leuk. Ja, gezellig. Oké, tot straks. Te doen, dus. Ik moest toch een filmpje maken en toen kwam dit er maar uit. Heb jij iets anders te vertellen? Nee. Ze kunnen beter acteren dan praten, gelukkig. Onwijs veel plezier met jullie prijzen. Jetta geeft het jullie. Wat zat er al in die zak? Helemaal niks. Maar voor de film. Wat zat er voor de film in de zak? Nog in andere plastic zakken. Oh. Ah. Het grote geheim. Volgens mij, voor jullie deze fantastische Oscar. Dit is de, hoe zou je dat kunnen zeggen? Het plaatje wat je aan de band kan halen in de klas. En hier is die, de Oscar. En dan zien we jullie, Dix, alsjeblieft. Jette, wat vond jij ervan? Nou, ik vond het een heel aanstekelijk filmpje, want ik wilde echt weten wat er verder gebeurde. Dus ik vond het een prima script, dus ik kan me voorstellen dat jullie de prijs hebben gewonnen. Wat ik nog af. Het beste script. Als jij het hebt, heel goed. En hoe heet jij? Marina. Ook gefeliciteerd, het is jouw idee, het script. Dus, ja, ik ben van de Oscar, denk ik dan. Oké, heel veel succes. Where the fuck you from? I'm from Holland. Where the fuck you from? Said I'm from Holland. Afgelopen donderdag is er een overval gepleegd in Den Haag. Het waren twee criminelen. We denken dat het twee... Ik zag deze awards uitreiken, want ik vond hem ook hartstikke leuk en ik herken het heel erg. Want als je zo nu en dan staat er een kenvissen, zoals dat zo mooi in het Nederlands noemen, dus volletjes staat uit te delen, hebben mensen dan altijd iets van, nou nee, want vandaag ben ik er, hup, daar gaan ze weer. Dus vond het... Misschien als je vraagt, wilt u 20 euro? Dat is iets anders. Ja. Dat is wel tijd, hè? Nee. Prijs. Dit is een goede Oscar. Dat we dus binnenkort in de bioscoop kunnen zien hoe het afloopt. Ja toch? In ieder geval op het Shoot Me Film Festival. Het filmpje zelf. Ja, dat is al geweldig. Maar eigenlijk moeten we toch ook proberen dat we een beetje kunnen zien wat de volgende episode van de film is. Hebben jullie al een vervolg bedacht?
Nee, nog niet. Had je verwacht dat je zou winnen? Nee. Ben je er blij mee? Ja. Ja. Jullie hebben nou de allerbeste film gemaakt van al die filmpjes die jongens en meisjes hebben gemaakt in heel Haaglanden, zou je kunnen zeggen. Dus dat betekent het script, camerawerk, acteren, montage, is niet niks. De actrice zit er ook dan natuurlijk nog een beetje bij, zou je kunnen zeggen. Nou, dat vind ik echt leuk. Dus, een heel groot applaus, dat vind ik wel.